Vorige activiteit. Ik ga helemaal stuk gelijk weer. Vorige activiteit. Wacht. We speelden pingpong en... Ik ga helemaal brokken hier. Ik denk mijn debuut. Ja, mijn debuut. Ik had eigenlijk die periode al best een moeilijke periode bij de club. En toen mag ik hier komen en toch mijn debuut voor Jong Oranje maken. Dat is toch voor mij een nieuw iets, zeg maar. Of nee, ik denk toch de eerste keer dat ik aanvoerder was. Dat was dan weer nog een schepje erbovenop. Ik ben eigenlijk nooit echt aanvoerder geweest. Dus dat is gewoon speciaal voor mij, weet je. Nederlands elftal. En dan met die band lopen was toch een mooi moment. Ik wou zeggen toen ik moest zingen in het begin, maar dat ging wel goed. Ik kan niet zingen, maar ik had wel gewoon die zelfvertrouwen. Dus, welk liedje ik heb gezongen? So Sick van Neo. Heb je zoveel zelfvertrouwen dat je dat nu weer zingt? Jawel, ja. Nu? Nu. Oh, nu hier voor die camera? Nee, niet voor die camera. Ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk te... Focus op wat belangrijk is en dat is gewoon de wedstrijd dinsdag. Alles wat zeg maar voor afleiding zou kunnen zorgen of wat ja, gewoon nog een beetje extra druk erop gooit, dat probeer ik een beetje te negeren. We hebben hier gewoon een bubbel, ons team, en wij weten wat we moeten doen. En we zijn gewoon op dat gericht. We speelden pingpong. En iemand speelde die bal en Deschamps wou die bal halen. Maar hij viel bijna echt gewoon met zijn hoofd zeg maar in een tafel. En dan, maar het zag er gewoon zo grappig uit dat we allemaal helemaal stuk gingen. Het gebeurt wel vaak dat we helemaal stuk gaan, maar die was gewoon extra. Ik zou van Feyenoord een keer naar Arsenal gaan. Ik was in het stadion van Arsenal en had ik een wedstrijd gekeken in Engeland met mijn broertje en mijn vader. Ik denk dat iemand me daar heeft gezien en toen de volgende dag stond er dat ik naar Arsenal zou gaan. Terwijl dat helemaal niet knopte. Sindsdien had ik echt zoiets van ja, weet je. Je kan niet alles geloven wat in de media komt. Ten eerste, naar buiten en voetballen. Niet binnen zitten de hele dag PlayStationen. Want zo deden wij dat ook vroeger. En ten tweede... Altijd gemotiveerd blijven en vooral genieten van het spelletje en plezier hebben en lachen.